ja, ik krijg wat tranen in mijn ogen als ik daaraan moet denken. Dus ja, echt, ik vind het heel erg moeilijk. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben samen met Dee en ik ben samen met Barry. En ik heb Barry al een keer laten schrikken en dat wil ik nu weer doen. Hij komt nu met een doos naar binnen gelopen. Ik moest heel even de camera wegleggen, want Barry die moest even wat dozen brengen en hij had me volgens mij door. Dus nu ga ik het voor de tweede keer proberen. Dit wordt heel erg lastig, want ik heb hem al een keer laten schrikken natuurlijk. Ik ga gewoon in de kast zitten hier, misschien werkt dat. Gaat de auto dicht en dan komt hij. Gaat hij erin trappen, denk je? Ja. Yes, het is weer gelukt. We zijn dus hier bij mij thuis. En Barry, die is zo aardig geweest om maar liefst 300 boeken hier langs te brengen. En dan alsnog laat ik hem schrikken. Ja, ik ben een beetje gemeen bezig tegenover Barry. Maar ooit ga ik het goed maken. Alle boeken die je hier ziet in de dozen. Of nou ja, die je dus eigenlijk niet kan zien. Maar in ieder geval die je hier al ziet. Die ga ik signeren. Dus dit wordt echt een lange sessie van 300 boeken signeren. Volgens mij heb ik het heel erg onderschat en ben ik hier ongelooflijk lang mee bezig. Wat denken jullie, hoe lang ben ik hier mee bezig? 3 uur. 3 uur? Ja. Nee. Nee, korter, want je doet... Het is krabbelen. Oké, 2 seconden per boek. Nee joh. 1, 2... Nee, dat zijn al meer, 5 seconden per boek. Ik denk dat ik hier 1,5 uur mee bezig ben. Laten we een voorspelling doen. Iedereen doet een voorspelling en kijken wie het dichtbij is. 2 uur. Oké, en wie wint mag een knolbouwboek. Oké, 2 uur. 1:47, zonder pauze hè? Ja. 1:47. Ga je stopwatch zetten dan wel echt? Ja, ja. Vanaf boek 1. Ik zeg 2:02, 2 minuten. Ik zeg 1:10. Ja, maar jij kan het zelf beïnvloeden, dat is nog het erge. Als jij wij zijn erbij. Dus we gaan op zijn lip zitten. Ja. Sneller jij, of langzamer, ligt eraan. Kijk, dit is nu al niet tactisch, hè. Het is namelijk bijna, dus eigenlijk moeten we het direct wel goed neerzetten. Nee, maar dat is een goeie, Gaan nee, we meteen wij doen. Wij hebben langer gezet dan hij heeft. Dus we gaan het goed neerzetten. Barry die zegt gewoon en zo, voordat je begint. Dit is de overhandiging, denk ik. De allereerste. Het allereerste knolpowerboek. Dus echt allereerste die eruit kwam. Holy shit. Nou, we weten natuurlijk allemaal hoe hij eruit ziet. Lijkt me logisch. Maar het is alsnog spannend. Dit voelt echt heel erg vet. Oh yeah. Eerste boek knolpower voor Enzo Knol. Dus die hebben ze speciaal bewaard. Echt de allereerste. En Dave die zei het net heel eventjes, ik moet hier wat inzetten. Ja. In het allereerste boek. Zodat we weten dat het allereerste boek is. Zodat hij inderdaad gewoon... En als ze hem over 2000 jaar opgraven, dat ze dan weten. Zodat hij gewoon echt een druk krijgt van mij erop. Hij kan niet nagemaakt worden. Dus niet iemand anders kan zeggen van, dit is de eerste druk, ik heb hem van Enzo gekregen. Nee, dit wordt hem gewoon. Wat ga je erin zetten? Dat is moeilijk, hè? Dan moet je even goed over nadenken. Ja, eigenlijk wel. Ik ga er even over nadenken. Goed zo. Cheater. Dat ziet er leuk uit. Nee, die stapel staat niet goed. Hij moet naast mij staan, anders kan ik toch niet... Neem op slag. Daarnaast probeer ik natuurlijk ook een zo mooi mogelijke handtekening neer te zetten. En in de tussentijd, in die 26 minuut 16, heb ik dat al allemaal gesigneerd wat in die dozen zit. Woehoe! Schatje, yeah. Je gaat lekker. Holy shit. Je moet alleen nog dit. Holy moly! Kom op! Biesman! Knollen!
dat die handtekening mooi blijft. Heb het begrepen? Heb je niet nu soms dat omdat je zo vaak dezelfde beweging maakt, dat je op een gegeven moment even na moet denken? Van... Ik heb wel eens, als ik dan te veel dezelfde beweging doe, dan moet ik op een gegeven moment even van... Oh, hoe deed ik het ook weer? Nee? Dat heb ik absoluut niet. Nee. Nou, dan ga je lekker. Oh, ik ga echt heel lekker. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij beter. Alweer een kilometer van mijn schoenen afgesleten, wat mijn moeder niet mag weten, anders krijg ik niet te eten. Hey! Boom! Oh. Je moet voorzichtig zijn, want je moet nog een stapel. Oh. Je bent er bijna. En dan straks krijgen jullie de tijd te horen. Wie had er gelijk? D, Enzo of Bak? 3, 2, 1, yeah! Het is gelukt. En in de tijd van... Oh shit, oh wat heb ik gedaan? Stop! 35 minuut 22 en 1500ste. Goed zo. En weet je wat er in je oren was? Ik voel het. Ah, eeuw. Ah. Ja, dat is lekkerder. Dankjewel. Holy moly. Ik had niet verwacht dat ik het zo snel zou doen, maar mijn arm is kapot. En ik heb geen één pauze gehad. Dus mijn koffie die staat hier nog. Daar ga ik nu aan beginnen. Geen één pauze gehad. In één keer alleen maar... En het waren er hoeveel in totaal, Barry? 320 of zo? Nee, 420. 420? Je hebt ons voor de gek gehouden. Hij heeft gelogen. Hij heeft gewoon gelogen. 420. En weet je waarom 420? 300 sowieso voor alle mensen die naar de meeting komen. En daarnaast nog 120 boeken voor ouders die mee zijn naar de meeting. Of kijkers die mee zijn naar de meeting en die nog een boek voor een vriend of vriendin willen halen met handtekening. Want met handtekening is dat natuurlijk nog extra exclusief. Extra exclusief. Juist, dat is het hem. Dankjewel. Deze gaat Barry laten schrikken, want van mij verwacht hij het. Ha! Kom op zeg, je weet toch waar je bent, Barry? Ja, beetje op je hoede, hoor. Nou, ik had het alleen op toen ik binnenkwam. De eerste keer had ik het gehad. Toen kwam er niks. En nu wel. Ho, ho. Oepsie. De laatste doos heb ik in mijn handen. Die ga ik naar de auto brengen. Hoppakee, klaar voor de meeting. Wat ga je doen? Taart maken. Oh mijn god, monsieur taart. Oh, dat wordt lekker. Ze is op de swagway aan het kloten. En Barry en ik hebben net even wat gegeten. Jij trouwens ook, maar jij pepernoten. En wij middag eten. En je gaat er nu al vandoor. Heel erg bedankt. Bis morgen. Oké. Yo. Super chille gozer die Barry. En Barry, als je dit terugkijkt. Sorry dat ik je zo vaak heb laten schrikken. Doe allemaal even een... En sorry vanaf D. Doe allemaal even een blauw duimpje omhoog voor Barry. Ik. Ga een scheet laten. Nee. Ja, meestal doe ik normaal dat als je heel snel de camera aan doet, ga je scheet laten. Ja, ik wilde heel even wat aan je geven. Doe je ogen even dicht. Geen klap of zo. Nee, geen klap, what the fuck. Nee, heel even je ogen dicht. Niet kijken. Nee. Niet spieken. Nee, niet spieken. Nee. Echt niet doen, nee. Hè? Nee, niet spieken! Ja! Ah, ja, ogen dicht! Nee, ik beweeg maar een klein beetje. Doe nou je ogen dicht. Rot op. Nee, doe nou je ogen dicht. Ik doe mijn ogen dicht, maar ik vertrouw jou echt niet. Oh, kom op. Niet kijken. Nee, kijk niet. Kijk omhoog. En nu ogen dicht houden. Oké? Okay? En niet kijken. Nee, echt niet kijken. Nee. Oké. Okay. Niet kijken. Nee. Niet kijken. Nou. Oké, okay, ik doe het in 10 seconden als je nu ogen dicht houdt. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sok! 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 Dat is mijn vieze sok. En hij was wit, maar hij is nu helemaal bruin. Sok! Au. Oh. Oké, okay, genoeg. Headshot. Smarrig. Weet je wat ik heb gehaald? Super tof. Een nieuwe cd van Machine Gun Kelly. Ja, die ken ik. Nee, die ken je helemaal niet. Want jij kreeg het binnen, je maakte het open. En zo, heb jij dit besteld? Zeg ik, ja, oh mijn god. Dus ik ga hem even hier in de auto doen, in de cd-speler. En dan gaan we even luisteren. Zit er een andere cd in? Oh. Dat moet je nooit doen. Ik had dus vroeger, had papa had zo'n cd-ding in zijn auto. En toen gingen we in zijn auto. En toen hadden we echt 10 keer 3 cd's erin gedaan.
En toen was heel dat ding gecrashed. Nee, serieus? Ja, dit was helemaal kapot. Oh, stom. Ik heb niet grappig, maar ik was echt 3 of zo. En K3 was gewoon de bom, weet je wel. Je hebt wel gelijk, er zat een cd in. Ja. Dus bedankt voor het redden van mijn cd. Cd wordt geladen. Ram, pam, 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 pam. Hi. Even doorspoelen. What a flight as simple as a hug. What if my partner was a cripple from a drug? Then trade a family for riches. You telling me that my auntie was still out the house to live? Dit is Machine Gun Kelly, dames en heren. En er staan hier echt super sicke nummers op. En we gaan het nu even luisteren. En als er een ziek nummertje komt, een ziek stukje, dan laat ik het aan jullie horen, ja? Bitch up on the land. Till I die. Till I die. Yeah, early morning cutting corners, rolling up the smell of bonus. I'm facing problems, every day. I can't solve them. Every day. They want the truth, every day. I'm being honest. Every day. I wake up, every day. Smoke this blunt. Every day. Every day. Every day. Yay. Je stapt wel op het perfecte moment weer naar binnen. Ja, ik hoorde mijn naam, ik dacht, kom eraan. Weet je wat ik eventjes ga doen? Een heerlijk eitje maken. En heel even knuffelen met de prullenbak. Ja, dat ziet er een beetje raar uit, ik weet het. Maar die moet ik hier even hebben, want als ik die eieren kapot ga maken, moet ik dat schil zo snel mogelijk even in de prullenbak doen. Want anders dan gaat het lekken. Hé, hey, hij ging automatisch open, dat is handig. We hebben namelijk trek. En als er iets lekker is, dan is het wel om eitjes in de pan te doen. En dan even een pollepel pakken. En dan even heerlijk gaan roeren. Even lekker gaan klotsen. Hoppakee, dit wordt zo lekker, hè? Check dan hoe lekker dit eruit ziet. Ah, heerlijk. Dee en ik hebben het liefst ons eitje op deze manier dus. Lekker geklutst bij elkaar. Hoe heb jij het liefst je eitje? Kan natuurlijk zijn gekookt of gebakken of dus op deze manier. Of heb jij nog een andere manier waarop je een eitje klaar kan maken en wat heel erg lekker is? Laat het weten hieronder in de reacties. En wie weet ga ik het wel een keer proberen. Mijn favoriete moment van de dag. Heel erg veel knolpowerboeken heb ik hier in mijn handen. Want wij gaan vanavond naar RTL Late Night! En heel veel mensen die wisten dat misschien al. Maar voor de mensen die het gemist hebben. Dankjewel voor de auto open doen. Die kunnen dat zien in deze vlog. We nemen jullie natuurlijk mee. We gaan zoveel mogelijk voor jullie vastleggen. En daarnaast ga ik even vragen of ik ook wat fragmentjes van de uitzending mag gebruiken voor de vlog. Dat zou super tof zijn. En ik heb al wat boeken in de auto liggen, maar ik heb hier wat extra mee. Want er zullen natuurlijk ook heel veel mensen in het publiek zitten die kinderen hebben. En misschien zijn die wel fan van mij of zijn het gewoon hele toffe kijkers. En misschien willen die ook wel heel graag het boek. En daarnaast heel erg belangrijk om te weten, je hoeft niet speciaal fan of kijker te zijn van mijn video's, wil je het boek halen. Het is ook super interessant, dat weet ik zeker, voor mensen die mijn video's nog nooit ook hebben gezien. Dus ik denk dat het heel erg leuk is om gewoon wat extra boeken mee te nemen die ik gewoon weg kan geven aan mensen die daar gewoon in het publiek zitten. Buikpijn, dat heb ik een beetje. Van de zenuw voor vanavond. Ik vind het serieus heel erg spannend. Het knolpowerboek ga ik gewoon aan Humberto Tan geven. En dat vind ik ook heel erg gaaf. En ik ben benieuwd, echt heel erg benieuwd wat hij ervan vindt. En weet je wat ook ontzettend tof is? Mijn lieve broertje die komt vanavond ook kijken. Ontzettend gaaf. Samen met Gert en mijn moeder. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ga ik hun weer even zien. Ook al gaan we daar sowieso langs. Want we hebben een speciale dag waar we alle verjaardagen op gaan vieren. Dus dat wordt ook ontzettend tof. Dus we hebben nog heel erg veel de aankomende dagen gepland. Maar nu eerst even de focus leggen op RTL Late Night met het knolpowerboek. We zijn heel erg snel gaan eten. Ik heb me geschoren. Ik heb gedoucht. Ik heb mijn haar gedaan. Maar ik zit nog te twijfelen of ik straks gewoon een pet eroverheen flikker. Komt erop neer. We zijn helemaal klaar om te gaan. Ja, bijna. D die zoekt nog heel even het adres op. Precies. Tikken we het in, is het ongeveer een uurtje rijden naar Amsterdam. En dan wordt het een spektakel. Ik heb natuurlijk alle boeken in de kofferbak liggen. En daarnaast heb ik ook een hele leuke verrassing. Maar jullie gaan het allemaal meemaken. Ik zou zeggen, geniet ervan. Hier is het dan, dames en heren. We zijn dus net aangekomen. Ik ga nog heel even wachten op D.
We worden meegenomen naar de fysiologie. Ik heb al meteen een zendom gekregen. De uitzending begint nog niet, maar er is een verrassing voor Bjorn. Bjorn heeft een verouderingsziekte en ooit eerder in de uitzending van RTL Late Night werd ik gebeld. En toen was het toch wel een soort van droom van Bjorn om ooit iets met mij te doen in de zin van video opnemen samen. En toen zei ik, jongen, bij deze is dat gewoon beloofd, we gaan dat doen. En nu is hij hier. Hij weet dat ik hier vanavond te gast ben, maar hij weet niet dat ik hem nu ga verrassen met dit pakket en dat ik tegen hem ga zeggen dat hij bij de boekenpresentatie mag zijn. Dus dat is denk ik echt een superleuke verrassing. Ik loop hier even binnen bij de fysiologie en dan ga ik even een poedertje opkrijgen en dan komt het helemaal goed. We lopen nu naar beneden toe en dan gaan we Bjorn verrassen. Ik geef de camera aan D en dan gaat D het een en ander filmen, maar die gasten hier zelf ook, dus geniet ervan. Nou ben je inmiddels ook, wat je zegt, zelf een voorbeeld voor veel kinderen. En een van die kinderen heb ik aan tafel gehad hier, Bjorn. Bjorn is hier een paar keer geweest omdat hij progeria heeft. Hij is een fantastisch intelligente jongen. En toen vroeg ik hem het volgende. Bjorn, heb je nog andere wensen nu je toch hier bent? Je weet dat als je die wens hier uitspreekt, dan is de kans dat die uitkomt is redelijk groot. Ik weet niet of je er nog eentje hebt. Nou ja, ik zou graag Enzo Knol willen ontmoeten. Nou, maar dat is te regelen, even serieus. Kan ik ervan op aan dat jij met Bjorn een afspraak maakt dat jij hem gaat ontmoeten? Ja, jij kan me altijd van op aan, Humberto, dus dat gaan we gewoon regelen. Kijk. En het mooie is, ik bedoel in de agenda's en noem maar op, het mooie is, ik dacht van, wacht, dit is nou een mooie aanleiding om Bjorn hier naartoe te halen. Bjorn wist wel dat waarschijnlijk Enzo hier zou zijn. Maar wat hij niet wist, is dat Bjorn dat hij een cadeau zou krijgen van Enzo. En tijdens de repetitie van dit programma, voor de uitzending gaan we wat repeteren, kwam Enzo binnen, Bjorn was hier te gast en toen gebeurde dit. Hey! Kijk, hey. Enzo, je bent een beetje vroeg. Goedenavond. Ik ben veel te vroeg, met een reden. En ik heb ook wat voor je meegenomen. En niet alleen dit knolpauwpakket, maar ook mijn allernieuwste boek, waar je misschien wat van hebt gehoord. En ik wil ook meteen bij deze zeggen dat je bent welkom morgen bij de boekenpresentatie. Maar stel voor je zou niet kunnen, heb je in ieder geval bij deze het boek. Ik heb dus net even wat voor je ingezet, zodat het wat persoonlijker maakt. Dus ik hoop dat je hier in ieder geval heel erg blij mee bent. Ja, en ik hoop dat ik even een high five kan krijgen. Hoppakee. Dus ik wil dit aan je geven, alsjeblieft. En het knolpauwboek. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En het lijkt me super tof om, zoals beloofd, later nog een keertje een video op te nemen. Ja, kan je uitleggen waarom je het zo belangrijk vond om Enzo te ontmoeten? Nee, ik vind Enzo een hele toffe gast en ik vind dat hij kei leuke video's maakt. En die probeer ik ook elke dag gewoon te kijken. Maar luister, één ding heb je nog niet van Enzo. Je hebt zijn boek, je hebt hem ontmoet. Maar als Enzo door zijn knieën gaat, heb je ook een foto. En die ga ik naar je toesturen, want die moet je natuurlijk wel hebben. Moet je er iets dichterbij? Juist, kijk hier. Ja. Oeh, ja. Oh, papa, ja. Lukt het zo? Ja, kijk. Oh, yes. Oké, yes. Top. Dat was echt ontzettend en dan ontzettend gaaf. En ik loop nu samen even met D. Nadat ik natuurlijk toestemming heb gekregen om hier te mogen filmen, loop ik even de fysiologie binnen. Heel even, knock. Mag ik binnenkomen? Ben je al gedaan, Enzo? Nee, ik ben nog niet gedaan. Ik ga straks naar jou. Ik ben nog niet gedaan, oh wauw. Het is heel fout. Ik kom heel fout binnenvallen. Nee, dat betekent, kinderen, ben je al in de fysiologie geweest en je moet in de fysiologie, omdat je op televisie anders heel ziek lijkt. Kijk eens aan. Dan lijk je een beetje... Waar ik nu op lijk. Ja, bleek. Ja, bleek. Ja. Dan lijk je een beetje... Ja, dus dat. Het is beter om het wel op te doen. Ook al vind ik het niet altijd fijn, maar ik denk... Ik heb het nu iets van 10 keer opgehaald, maar jij natuurlijk echt duizenden keren. Elke dag. Oh, en dit is niet trouwens mijn nieuwe pak, maar dit zijn gewoon servetjes. Zie je? Dat het niet op mijn shirt gaat, om over. En kijk, het kan gewoon weg. Oh, wauw. Kijk, en dan doe ik echt een soort van grabbelbak ding. Even kijken, hoe gaat die open? Let op, 1, 2, 3. Tadaa! Is het ook je eigen pak? Natuurlijk is het mijn eigen pak. Kijk eens aan. Hier. Wauw. Ja, ik heb laatst een pak gehaald, 2 dagen geleden. Maar ik wist niet. Geen Humberto, hè, zeker. Ik was in Praag. Verkoop je het in Praag?
Nee, maar hoezo? Wie gaat er een pak haar in Praag? Ja, ik was in Praag. Een pak in Praag. Luister nou, zeg maar wat je zegt. Kijk, een pak hou je in Milaan, of in New York, of in Parijs. Maar in Praag hou je niet een pak. Ja. In Praag hou je taartjes. Of een nieuwe bal, weet je? Maar niet een pak. Ja, ja, als je heel weinig te besteden hebt, dan haal je ergens bij een goedkoop winkeltje een pak. Dan haal je hem in China. Dan haal je hem in Beijing. Dan ga ik hem bestellen. In Beijing, maar niet in Praag. Ik heb een kaartje. Wil je zien dat het een kaartje is? Ja, als het mag. Zeker. Even kijken of het mag. Kaartjes zijn altijd leuk. Even kijken. Ik vind openmaken ook altijd leuk. Kijk, dat is nou aardig. Oh, die ziet er vrolijk uit. Het is een verjaardagskaartje, alvast. Ik ben maandag jarig. Wauw. Ik word maandag 50. Oh, kijk eens aan. Dat is wel echt een bijzondere leeftijd natuurlijk. Ja, wens je... Nou, ik ken deze mensen niet. Jos, Anja, Danny, Sharon en Sjoerd. Shout-out naar jullie. Aardig, beroemd, rijk, aantrekkelijk, handig, artistiek en macho. Bijna alles klopt. Oh, wow. Alleen aardig niet. en dat is echt Luc die hiernaast zit. Ik heb heel erg veel zin in de uitzending. Ik denk Luc en natuurlijk Humberto zelf ook. Dee natuurlijk, alle familie die ik heb meegenomen. En het wordt heel erg vet. En ik wil je bij deze even feliciteren. Dank je. Want je bent pas vader geworden. Ja, dat klopt. Heel, heel erg gaaf. Dank je wel. Dus ik zou zeggen, relax nog even hier zo. Ja, ik weet er niks van. En zo denk ik alleen maar nog een abonnee erbij. Oh, dat is een goeie trouwens. Yeah, I like your thinking. Anyways, ik ga even de camera wegleggen. Want ik ga straks in de visie. Ik moet wel zeggen dat ik zenuwachtig ben. Waarom? Ik denk omdat het om het knolpauwboek gaat. De vorige keer dat ik hier was, is alweer een hele tijd geleden trouwens. Echt enorm gegroeid ook in die tijd, nadat ik bij RTL Late Night was gekomen. Ja, je was op 400.000 of 500.000 of zo toen je hier was. Ja, klopt. En nu gewoon verdubbeld naar 900. Ja, echt niet. Ik heb ook op Instagram 134.000, hè? En op Twitter 620.000. Ja, dat kan ik niet overtreffen. Dat heb ik gezien. @HumbertoTan. Kijk eens aan. Ja, ik zet het gewoon hieronder, hoor. Het is... De sad face. Anyways, ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik ook. En heb je dit knolpauwboek al in je handen gehad? 1. Ik heb hem in mijn handen gehad, maar je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Weet je waarom niet? 1. Het is jouw verhaal. Ja. 2. Het is een mooi boek geworden. Dank je. 3. Je hebt meer ervaring dan wie dan ook hier aan tafel. Want jij hebt gewoon een eigen vlog door miljoenen mensen bekeken. Bijna een 500.000. 475 miljoen keer. Klopt. Dus er is geen enkele reden voor jou om straks nerveus te zijn. En 4, jij bent altijd jezelf. Dus ook aan tafel ben je jezelf. Dus ook dat is een reden. En 5, de allerbelangrijkste reden. Ja. Je wordt gesteund door Deetje. Ja, oh, dat is een hele grote rol. Ze is nu even gevlucht. Oh nee, ze komt weer. Kijk, ik had je net nodig en daar is ze. Ik zei net, hij hoeft niet nerveus te zijn, want jij bent er. Ik ben de mental support. Nou, niet alleen de mental support, je bent de physics support, je bent de mental support, je bent de liefde support, je bent de support. Ik ben de support. Als Humberto dan het zegt, dan klopt het. Ja. Ik ben de support. Ja. Oh, en dit zijn mijn kaartjes waar de vragen op staan van Enzo. Oh, wow. Oh, YouTube Enzo. Ik zie het al, waarom heb je zo'n leuke vriendin? Wat is er zo leuk aan de... Dat wordt een heel leuk interview. Weet je wat superleuk is? Ik heb ooit bij jou gezegd in het programma, ik ga nooit een YouTube kanaal programma. Toch gedaan. Beginnen. Ja, beginnen ja. Toch begonnen. Stond verkeerd op de queue. Ja, precies. Ja. Ja, toch begonnen. En weet je hoeveel commentaar ik kreeg dat ik het bij jou had gezegd dat ik het niet zou doen? Ja. En ik zei ook nog in mijn eerste video, jongens, don't blame me. Ik weet dat ik gezegd heb op televisie dat ik het niet zou doen. Ik heb het toch gedaan. Maar weet je, het is wel meteen een goede les voor alle kinderen die kijken, voor iedereen die kijkt. Je moet niet zo definitief zijn. Nee. Zeg nooit. En zeker als je jong bent, ook als je wat ouder bent zoals ik, maar ook zeker als je jong bent. Ik ben nog geen 50. Dan denk je dat je de waarheid kent, dat je weet hoe alles in elkaar zit. Je bent 13, 12, 11, hoe oud je ook bent. Je denkt, nou, ik ga dat nooit doen. En dan 10 jaar later doe je het eens toch. Of dan denk je, nou, wat mijn vader en moeder deden, dat ga ik nooit doen. En heb je zelf kinderen, exact hetzelfde. Ja. Dus niet zo definitief. Weet je, je kan meer. Dan dat je denkt, alles komt goed. Ik vind het heel erg mooi gezegd. Hè. Van hier ga ik knippen naar het volgende beeld dat ik in de visagie zit. Palitaliano. Palitaliano. Perché signor Franciari è qui, lui parli italiano. Musicante. Willy è il miglior vlogger di Olanda, con 900.000 di abbonamenti. Sì. Sì. Congratulations. Oh, thank you. È incredibile, lui.
Enzo Knol zie ik jou, man. Ik denk al, waarom praat je zo? Maar nu, ik snap hem. Enzo. Enzo, kom Enzo. Ferrari. Enzo Ferrari. Ja, Familia of da Ferrari. Ja. Oh. Wat was dit? Italo-Engels. Dat was Italo-Engels. Ik probeer maar wat. Anyways. Familia of da Ferrari. Clip. We lopen naar beneden. Ik heb allemaal visagie op. En ik ben hier samen met mijn broertje Shen. Yeah! Samen met mijn moeder. En de vriend van mijn moeder. En het wordt echt super tof. Als het goed is moeten we hier ergens heen lopen. Ik heb allemaal leuke verrassingen bij me. Het knolpauwboek. Het lijkt net alsof je altijd hier de keuken in loopt. Oh wacht, dit is ook de keuken. Maar begrijp ik het goed, Enzo? Want er komt misschien ook nog een volgend boek aan. Waar je nog persoonlijker wordt dan je in dit boek al bent. Waarin je zelf ook aangeeft dat je... zelf heb getwijfeld over, dat je depressief was, bijna. Dat je hebt getwijfeld over, nagedacht zelfs over je eigen leven. Was het zo heftig? Ja, het was inderdaad zo heftig. En dit heb ik verder nog nooit eerder naar buiten gebracht. Omdat ik dus denk dat het inderdaad handig is om zoiets... Nou ja, handig, mooi is om zoiets een keer goed te verwoorden in een misschien volgend boek. Heel erg veel struggles gehad en heel erg lastig gehad. En destijds had mijn beste vriend besloten om voor de trein te springen. En ik zat in dezelfde nare positie als hem ongeveer. En de een komt er goed vanaf en de ander niet. En ik krijg wat tranen in mijn ogen als ik daaraan moet denken. Dus echt vind het heel erg moeilijk. En ik ben er dus goed vanaf gekomen. Kan je zeggen, Enzo, dat de manier waarop jij die vlogs maakt... Hè, want het is, jouw vlogs zijn echt vol vrolijkheid en ontspannen en lichtheid. En als je dan deze achtergrond weet... dat juist de manier waarop je die vlogs maakt, dat je helpt om door te gaan. Is dat wat er gebeurt met jou eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb mijn vlogs heel erg nodig. Zoals denk ik nu heel veel kijkers mijn vlogs nodig hebben... om 4 uur helemaal vrolijk en gek te doen... Heb ik gewoon de vlogs nodig. Dus als ooit iemand zou zeggen van... ja, Enzo, je gaat dit doen of dat doen en dat is toch een droom van je. Of je krijgt hier een Ferrari, Enzo, maar dan een week geen vlogs. Ik ga die vlogs maken, hoe dan ook. Je bent een gevoelige man, Enzo. Ja, de andere kant van mij. vind je het moeilijk of niet? Ja, vind het soms wel moeilijk, ja. Maar het gaat goed. Het gaat heel erg goed, ja, zeker. De volgende keer dat je hier bent, ben je over de miljoen abonnees. Dus maak je geen zorgen. Het tweede boek kom je gewoon weer terug. Enzo Knol, dames en heren. En Knolpower, het wonderkleed van Enzo Knol, is vanaf morgen verkrijgbaar via www.knolpower.nl. Oh, wat een zenuw had ik. Maar je zit aan tafel en ja, wat Humberto voor de uitzending tegen mij had gezegd was ook gewoon super. Dus Humberto, als je dit terugkijkt, shout-out naar jou. En sowieso dat je me te gast wilde hebben hier was echt super tof. En daarnaast shout-out naar Gert en mijn moeder en mijn broertje. Hallo. Hallo. En shout-out naar de kinderen van hun. Yeah! Ze net even een filmpje voor hun kinderen gemaakt. En daarnaast heb ik zo net ook een stuk of 15 tot 20 boeken ongeveer weggegeven aan allemaal mensen. En echt iets van 20 filmpjes ingesproken. We gaan nu heel even naar de kamer hiernaast. Er zijn ook nog wat andere gasten waarschijnlijk. Gaan we even gezellig wat drinken. Even wat dingen nabespreken. En dat is ook altijd wel heel erg leuk. En dan gaan we weer naar de auto. En holy shit. Dan zitten we op. Humberto. Ja, dat was een mooie uitzending. Ik vond het ook heel erg mooi. En ik heb het nog net heel even met Deo over gehad. Maar gewoon eigenlijk een soort van uniek moment. Ik heb nog nooit op deze manier iets emotioneels laten zien in een vlog. Of in een eerdere tv-uitzending. En ik vond het echt heel erg mooi. En ik heb er ook een fijn gevoel bij dat het gebeurde in jouw uitzending. Nou, weet je waarom ik het mooi vond? Het was echt... je vertelt een verhaal over iemand die heel dierbaar is. En natuurlijk dat kan je daar heel geëmotioneerd over raken. En dat laat ook zien dat de vlog die je maakt... dat je zelfs daarin kan je ook weer andere kanten van jezelf laten zien. Ook op die manier. En daar heb je dan wel televisie voor nodig. Ik heb er jou voor nodig. Ja. Nee, maar ik moet zeggen dat je jezelf open hebt gesteld. Dat je het gedaan hebt, vind ik echt, echt bijzonder. Dankjewel. Dus dit is boek 1. Kom snel met boek 2. Gaan we dan zien wat 3 of 4 en 5. Ja, ik ga 2 schrijven. Ja. Ik wil 2 schrijven. Maar nu kan je er nog meer rekening mee houden. Dus nu kan je eigenlijk nu al aantekeningen maken voor nieuwe boeken. Ja, ik ben nog bij. Ja? Komt goed. Maar eerst met dit boek. Kijk maar heel even, sla hem 1 keertje open. Hey!
Kijk, Koele, kan je het lezen of niet? Even een tekst voor Humberto Tan erin gezet. Ik hoop dat je er heel erg blij mee bent. Zal ik hem voor de zekerheid voorlezen? Dit boek is speciaal voor Humberto Tan. Als er iemand knalpower heeft, ben jij het wel. Knalpower. Oh nee, wat doe jij altijd? Peace. Oh ja, peace. Oh ja, sorry. Super tof. Yes, wel thuis. We zijn thuis veilig aangekomen, gelukkig. En ik ben ongelooflijk moe. Deed je ook. Morgen hebben we namelijk de meeting, de boekenpresentatie. Wordt super tof. Ik ga ongelooflijk veel kijkers van mij ontmoeten. En daarnaast krijgen we allemaal een gesigneerd boek van mij. En natuurlijk van D als ze dat willen. En ik wil even aan jullie laten zien hoeveel make-up er gewoon op mijn gezicht zat. Dit heb ik gewoon allemaal afgehaald net. Echt heel erg veel. Maar ik kreeg wel super veel complimentjes van allemaal lieve mensen. Met Enzo, je zag helemaal super uit en je haar zat goed en dat soort dingen. Dus dat was echt super tof. En shout-out naar de visagie van RTL Late Night. Die was echt heel erg aardig en je hebt het dus heel erg goed gedaan. Het is nu, even kijken, 2:00 in de nacht. En onze wekker gaat, hoe laat, D? 8:00. Dus we hebben 6:00 om te slapen. En het wordt echt een hele lange dag morgen. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet nog even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol Power!